Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 4H van Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we het tweede deel van de proeftoets van hoofdstuk 3 bespreken. En ik ga ook nog iets zeggen over som 4, dat had ik vorige keer beloofd. Dus laten we dat eerst maar even doen. Bij som 4 stond dat je exact de waarde van AD moest berekenen. Maar daar heb je een kunstje voor nodig wat je eigenlijk niet hoeft te kennen. En dat kunstje is dit. Kijk, de cosinus van 30 graden, die is gelijk aan min de cosinus van 150 graden. Kan ik laten zien op de rekenmachine. Cosinus van 30 graden, dit ding, zie je dat? En als ik nou doe de cosinus van 150 graden, dan krijg je hetzelfde ding, maar dan... ja, dan moet je hem op graden zetten, wacht even. Goed punt. Okay, nog een keer proberen. Vond al een raar antwoord. Cosinus van 30 graden is dit. En de cosinus van 150 graden is hetzelfde getal, maar met een minteken. En dit werkt niet alleen voor 30 en 150, dat werkt voor alle hoeken die samen 180 graden zijn. En als je dit regeltje gebruikt, dan kan je som 4 exact, maar dit regeltje heb je niet gehad. Dus ze mogen niet vragen bij som 4 dat je exact de waarde van AD berekent. Dus vandaar, dat hoef je niet te weten. Dat dacht ik al, maar ik heb het even uitgezocht. Oké, som 5. Herleid iets met breuk. Oké, ja. Ik zal wel even de YouTube-link in de vergaderchat gooien, want ik word elke keer uit dat Teams gegooid. En zonde van mijn tijd, even kijken hoor. Zo, dan heb ik nu de link. Dan gaan we naar de vergaderchat toe. Oh, er is wel een call. Oké, dan ga ik gewoon weer in de call. Hallo, ja, ik was er weer uitgegooid, maar als je nou gewoon op fatsoenlijke kwaliteit dit wil zien, dan ga je naar YouTube en naar deze link en dan kijk je daar naar de les. Oké, goed zo. Dankjewel voor de informatie, Maud. Dan gaan we weer verder. Oké, wortels herleiden betekent niet dat je dat moet gaan intoetsen op je rekenmachine en dat je dan een kommagetal eruit krijgt. Wortels herleiden betekent dat je de wortels, dat je het een beetje moet uitrekenen, maar dat je ze niet, dat je een kommagetal eruit moet krijgen. Dus je moet het eigenlijk mooier en korter schrijven. Herleiden betekent eigenlijk mooier en korter schrijven. Dus laten we even kijken wat er dan gebeurt. Bij 5a zeggen ze herleid 4 keer de wortel van 63 min 3 keer de wortel van 28. Oké, nou, hoe zat het met de regeltjes? We hebben een regeltje voor het vermenigvuldigen van wortels. Wortel a keer wortel b is wortel a keer b. We hebben echter geen regel voor het optellen van wortels. Wortel a plus wortel b, daar heb je geen kortere schrijfwijze voor. Behalve als het toevallig dezelfde wortel is. Als ik heb wortel 6 plus wortel 6, dan kan ik daarvan maken 2 wortel 6. Net als met x. X plus x is 2x. Dus ik kan alleen maar dingen optellen eigenlijk als het dezelfde wortel is. Of met een getal ervoor. Als ik bijvoorbeeld 3 wortel 7 plus 2 wortel 7. Hè, dat lees ik in mijn hoofd als 3 dingen plus 2 van dezelfde dingen. Dan heb ik 5 dingen. Ja? Dit kan. Dat is het enige wat kan. Dus als je dit ziet, denk je, oh, wat een ellende. Wat moet ik hier nou mee? Nou, deze 63, die kan je splitsen in een getalletje met een mooie wortel. En een ander getalletje. En die 28... die kan je ook splitsen in een getalletje met een mooie wortel en een ander getal. Zie je dat? 9 keer 7 is 63, 4 keer 7 is 28. En met dit regeltje kan je nu die wortels loshalen van elkaar. Dan zeg je, oh, dit is 4 keer wortel 9 keer wortel 7, min 3 keer wortel 4 keer wortel 7. En dan reken je dat uit. Wortel 9 is namelijk gewoon 3. Dus er staat hier 4 keer 3 keer wortel 7, min 3 keer 2. Keer wortel 7, hè, want wortel 4 is 2. Nou, 4 keer 3 is 12. Dus dit is 12 wortel 7. En dit is 6 wortel 7. En als ik 12 dingen heb en ik heb er 6, die haal ik weg. Hoeveel heb ik er dan over? Dan heb ik er 6 over. Dus het antwoord is 6 wortel 7. Dus als er wordt gezegd, herleid dit. Ja, dan neem je al deze stappen. En je gaat niet in je rekenmachine intoetsen 4 wortel 63 min 3 wortel 28. We kunnen het wel even doen om de getalswaarde te controleren. Maar dit is totaal niet de bedoeling. Als je alleen maar dit doet,
bij deze som. Nou, dan is het fout. Heel goed, Mout. Oké, nou hier komt 15,87 uit of zo. 6 wortel 7, dat zou dan hetzelfde moeten zijn. Als het niet hetzelfde is, dan heb ik het fout gedaan. Ja, het is niet hetzelfde. Mooi, hè? Oké, B. De uitleg hiervan staat trouwens op meneer.snel.it. Bij hoofdstuk 3, die laatste paragraaf, is er heel gedoe over wortels eerst voordat ze aan die meetkundige dingetjes toekomen. Daar leg ik het allemaal uit. Dus voel je vrij om daarnaar te kijken. Oké, 5b. Herleid 3 wortel 2 keer een half wortel 3 min 8 gedeeld door wortel 6 plus de wortel van 1 zesde. Oké, nou laten we nog maar wat meer regels oplepelen. We hebben ook die regel voor delen. Wortel a gedeeld door wortel b is wortel a gedeeld door b. Dus als je een breuk hebt in een wortel, mag je de bovenkant en de onderkant apart de wortel van nemen. En nou, laten we kijken wat er gebeurt. Oké, dit is een vermenigvuldiging. Ja? 3 wortel 2 keer een half wortel 3. Dat vat ik op als 3 keer een half keer wortel 2 keer wortel 3. Ja, want in een product mag ik zelf kiezen in welke volgorde ik alles doe. Dus ik wil graag eerst de getallen met elkaar vermenigvuldigen en dan de wortels. Oké. Deze breuk kan ik iets leuks mee doen. Want een wortel onder in een breuk vind ik niet mooi. Dan kan ik die breuk boven en onder vermenigvuldigen met die wortel. Dan krijg ik dit. 8 gedeeld door wortel 6 keer wortel 6 gedeeld door wortel 6. Zie je dat? Wortel 6 gedeeld door wortel 6 is 1, dus dat mag. En als we dit straks vermenigvuldigen, gebeurt er iets leuks. Nou, en hier hebben we dan wortel 1 gedeeld door wortel 6. Hè? En die gaan we ook boven en onder vermenigvuldigen met wortel 6. Dan zijn we van de wortels af. Oké, nou 3 keer een half is 1,5. Wortel 2 keer wortel 3 is wortel 6. Maar wat gebeurt hier? 8 wortel 6 heb ik boven. En onder heb ik wortel 6 keer wortel 6. Dat is gewoon 6. Dat is de definitie van wortel. En met deze heb ik bovenin wortel 1 keer wortel 6. Dat is wortel 6. En onderin wortel 6 keer wortel 6. Dat is 6. Dus eigenlijk in gewone mensentaal staat hier 1,5 wortel 6 min 8 zesde. Even kijken, 8 zesde. Dat is, oh, dat is 1/1, zie je dat? Dus 1/1 wortel 6 plus, en dan wortel 6 gedeeld door 6 kan ik ook schrijven als 1/6 wortel 6. Dus ik heb allemaal wortel 6, zie je dat, opeens. En nu kan ik gewoon deze dingen optellen, die 1,5 en die min 1/1 en die 1/6. En dat kan ik natuurlijk gewoon doen oh, komt er niet gewoon 0 uit. Dat kan ik gewoon doen door die breuken gelijk te maken, maar ik kan het ook stiekem intoetsen op de rekenmachine. Dus ik doe 1,5 min die 1,3333 die ik net had, plus 1/6. Even kijken. 1/6. Komt een derde uit. Dus dit is 1/3 wortel 6. Mooi, hè? Geweldig. Oké, getalsmatige controle. Even kijken of we geen rekenfouten hebben gemaakt. 1/3 wortel 6 is dit. En die hele berekening, dus 3 wortel 2 keer een half wortel 3. Min 8 gedeeld door wortel 6. En dan plus de wortel van 1/6. Ja, hetzelfde getal. Zie je dat? Dus, maar jullie vinden vast 1/3 wortel 6 wel mooier dan die walgelijke berekening die bij som 5b staat. Dus nou, dat is mooi dat we dat kunnen herleiden. Nou, bij C doen ze dat nog een keer, maar dan heb je nu ook een A erbij. En ja, dat is eigenlijk helemaal niet een probleem. Want als je de regel is, als je een product hebt van twee dingen en je hebt ze in het kwadraat, dan krijgen ze gewoon allemaal dat kwadraat. En dat werkt niet alleen met twee dingen, dat werkt ook met drie dingen. Dus je hebt A, B, C in het kwadraat, dan is dat gewoon A kwadraat, keer B kwadraat, keer C kwadraat. Dus bij deze som staat er 4/5 A wortel 5 in het kwadraat, min 2/3 A wortel 2 in het kwadraat. Nou, ik had net gezegd, als je een product hebt van dingen en dat gaat in het kwadraat, krijgt elk ding het kwadraat. Dus die 4/5 die krijgt een kwadraat. Die a krijgt een kwadraat en die wortel 5 krijgt een kwadraat.
En hier ook. Die 2 derde krijgt een kwadraat. De a krijgt een kwadraat. En de wortel 2 krijgt een kwadraat. Oké, nou, 4 vijfde in het kwadraat is 16 vijfentwintigste. Want je moet gewoon boven en onder apart kwadrateren. Keer a kwadraat, keer wortel 5 in het kwadraat. Maar dat is 5, hè. Wortel 5 keer wortel 5. Als je me niet gelooft, wortel 5 keer wortel 5. Dat is 5. Want wortel 5 was het getal wat je moest kwadrateren om 5 te krijgen. Dat is de definitie van wortel. Nou, hier hebben we ook 2 derde in het kwadraat. Dus dan krijg je hier dus 4 negende. Hè, 2 kwadraat en 3 kwadraat. A kwadraat keer wortel 2 in het kwadraat, dat is 2. Dus, nou, even dit vereenvoudigen. 16 25ste keer 5, dat is 16 vijfde. 16 vijfde A kwadraat min 8 negende A kwadraat. Nou, 16 vijfde min 8 negende, dat kan je doen door het allebei naar 45 te doen. He, dus dan doe je deze boven onder keer 9. En die doe je boven onder keer 5. Dus dan krijg je 9 keer 16, dat is natuurlijk 144. 144 45ste A kwadraat min 40 45ste A kwadraat. Nou, dan heb je dus over 104 45ste A kwadraat. Dat is leuk. Dus er zit nog een letter in het antwoord. Mooi, hè? Oké. Nou, dan gaan we naar som D. Bij som D zeggen ze, los de vergelijking, 4x min 2 wortel 3. Is x wortel 2 algebraisch op? Ja, als er niet staat algebraisch, kan je gewoon zo doen, I1, I2, kalk, intersect, heb je de oplossing. Ja, maar dit moet algebraisch. Dus nou, algebraisch oplossen betekent x naar de ene kant, losse getal naar de andere kant. Dus de 4x blijft staan. De x wortel 2 gaat naar deze kant, krijg je x wortel 2. En de 2 wortel 3 gaat naar de andere kant. Hè, dat minteken dat gaat dan weg, dus dan hou je over 2 wortel 3. En ja, hoe zal het ook alweer? Hè? Als je normaal gesproken zo'n vergelijking had, had je dit. 4x min 7, weet ik veel, is 3x. En dan ging je die 3x naar de andere kant brengen. Dan kreeg je 4x min 3x. Dan ging je die 7 naar de andere kant brengen. En dan kon je dit uitrekenen. En in dit geval komt er gewoon x uit. X is 7. Maar dit kan je niet echt uitrekenen. Want ja, het is 4 keer x en is x keer wortel 2. Er is niet zoveel aan uit te rekenen. Maar toch moet je verder. En dat kan je doen door die x buiten haakjes te halen. Dan staat er 4 min wortel 2 keer x is 2 wortel 3. En dan kun je delen door het getal voor de x. Dus dan zeg je x is 2 wortel 3 gedeeld door 4 min wortel 2. En dan zeggen jullie, ja maar meneer, we willen toch geen wortels in de noemer. Nou, hier mag je de wortel in de noemer wel laten staan. En als je dat niet wil, dan mag je optioneel vermenigvuldigen met deze, maar dan met een plus ertussen in plaats van een min. Als je boven en onder vermenigvuldigt met 4 plus wortel 2, dan blijkt het dat die wortel 2 uit de noemer weggaat. Maar dat is niet verplicht. Dus dit is alleen voor nerds die dat leuk vinden. Ja? Oké, nou, dan gaan we naar som E. Ik vind het trouwens leuk, maar in het kader van de tijd doe ik gewoon eerst even de sommen die ik moet doen. Gegeven is de regelmatige zeshoek ABCDEF met zijde 8. Oké. Door de middens van de zijden van de zeshoek met elkaar te verbinden, ontstaat de regelmatige zeshoek PQRSTU. Bereken exact de zijde van PQRSTU. Jongen. Oké, nou laten we even een schetsje maken. Want ik snap er helemaal niks van. Dit is een regelmatige achthoek. Natuurlijk niet precies. Maar ja, ik heb wel eens een lelijkere achthoek getekend. En deze heet A, B, C, D, E, F, G, H. En nu zeggen ze, we gaan kijken naar de middens van de zijde. Dus dit is het midden, dit is P. En ik kan overal die symbooltjes, ja, ik denk dat ik overal die symbooltjes ga zetten. Want ja, op tijd zat P, Q, R. Ja, het is, alles is even lang eigenlijk hier. Dus
S. We gaan gewoon het alfabet af. Dat maakt het ook makkelijk te onthouden. T. Oh, het is geen regelmatige achthoek. Het is een regelmatige zeshoek. Oh, waarom zegt niemand dat? Omdat we wilden weten of u het zelf kon. Oh, oké. Okay. Ja, precies. Nou, ik ben weer geslaagd. Yeah. Duurde wel een beetje lang. Misschien krijg ik daar nog strafpunten voor. Nou. Oké, dit is een zeshoek. Zie je dat? Het is een stuk lelijker dan de achthoek. A, B, C, D, E, F. En dan ga je kijken naar de middens van die zijdes. En de middens van die zijdes heten P, Q, R, S, T en U. En dan heb je hier ook een zeshoek, maar die is anders. Goed. En dan zeggen ze, bereken exact de zijde van PQ, RS, TU. Dus ze willen weten hoe lang PQ is. Want PQ en QR en RS en ST en TU en PU zijn allemaal even lang. Hoe moet dat? Nou, dit hele stuk is 8. Dat staat in de som. Oud, vandaar dat ik waarschijnlijk aan 8 hoek dacht. Nou, dat is onzin. Oké. Hoe groot zou deze hoek zijn? Nou, een manier om een zeshoek te maken is met gelijkzijdige driehoeken. Dit is een gelijkzijdige driehoek. Zie je dat? Als ik nou die gelijkzijdige driehoek ook hier zet. En hier. En hier. En hier. En hier. Dan heb ik een regelmatige zeshoek. Dus ik kan als hulplijn. Ik ga even hulplijnen tekenen. In het geel. Kan ik gewoon even een verbinding maken met het midden. Nee, ik heb het goed gedaan. Okay. Zo, dit zijn allemaal gelijkzijdige driehoeken. Dus hoe groot is deze hoek? Weet jullie dat? 60 graden. En deze hoek hier is ook 60 graden. Oh, dat is leuk. En dit stukje hier is 4 van B tot P, toch? Dus ik ga die PB, en dit punt noem ik eventjes M of zo. Die PBM ga ik er even uithalen. Dan kan ik hem groter tekenen. PBM. Dus dit is P. Dit is B. En dit is M. En dit was 4 en deze was 60 graden. Oké, nou deze hoek is 90 graden. Want omdat deze gelijk... Die PBQ... Die is gelijkzijdig en dat betekent dat die lijn die hier door het midden gaat, die is ook loodrecht. Dus dit is loodrecht. En dan willen ze eigenlijk weten hoe lang PQ is. Dus ze willen weten, als je weet hoe lang PM is, dan ben je er eigenlijk al. Weten we dat hier? Er waren twee bijzondere driehoeken die je moest kennen. De 1-2 wortel 3 driehoek. Die had een hoek van 90 graden en twee hoeken van 45. 1-1 wortel 2 driehoek, bedoel ik. En nog een andere driehoek. De 30-60-90 driehoek, ofwel de 1-2 wortel 3 driehoek. Waarbij deze hoek 60 graden is en deze hoek 30 graden is. Oh, maar deze is 60, die is 90, dus deze is ook 30 graden. Dus die 4, die hoort bij de 2. Zie je dat? De zijde tegenover de rechterhoek. En de zijde die je wil weten, die PM, die hoort bij de wortel 3. Dus deze is 4. En in het oorspronkelijke ding is die 2. In het oorspronkelijke ding is deze wortel 3. Dus hoe lang zou deze dan zijn? Ja, hij is 2 keer zo groot, toch? Deze driehoek. Dus deze is 2 wortel 3.
Maar als dit stukje 2 wortel 3 is, dit is hetzelfde stukje maar dan gespiegeld, ook 2 wortel 3, samen is het 4 wortel 3. Met andere woorden, de zijde van de kleine zeshoek is 4 wortel 3. Dus, een beetje smerig. Oké, dat is leuk. Dan gaan we nog even naar opgave 6. Opgave 6. Gegeven is driehoek ABC. Met AB is 12, hoek A is 30 graden, hoek B is 45 graden. Het punt M is het midden van AC, het punt N ligt op AB, zodat hoek AMN 90 graden. Zie de figuur hiernaast, bereken de exacte lengte van AN. Oké, we gaan eventjes een schetsje maken. Er is een of andere rare driehoek. Met een hoek van 30 graden en een hoek van 45 graden. Deze is 30. Dit is hoek A. En dit is B. Dit is C. Hoek B is 45 graden. En dan hebben ze die AC in twee gelijke stukken verdeeld. En dit stukje, dit lettertje heet M. En dan hebben ze hier een loodrechte lijn getrokken. Zo. Dus dit is 90 graden. Nou, waar je voor moet uitkijken, sommige mensen die dit zien, die zien hier een snavelfiguur in. Weet je nog wat een snavelfiguur was? Een snavelfiguur was, je had twee evenwijdige lijnen. En dan kon je zeggen van, kijk, die hoeken zijn gelijk en die hoeken zijn gelijk. En dan kon je gelijkvormigheid doen en zo. Maar deze hoek is 90 graden. Hoe groot is deze hoek? Het is net of ik een blokje erin teken, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel een rondje. Hoe moet je dat weten, hoe groot deze hoek is? Hoe groot zijn de hoeken van een driehoek samen? 180 graden. Dus hoek C is gelijk aan 180 graden min die hoek A, 30 graden, min die 45 graden. Dus dat is volgens mij 105 graden. Dus die C is helemaal geen 90 graden. Dus je kan helemaal niet zoiets doen. Dat is onzin. Oké, wat moet je dan wel doen? Nou, die AB is 12. Dus dit stuk hier, dit hele ding, is 12. En wat zeggen ze dan? Dus het enige wat je weet. Nou, dat is vervelend. Maar niet echt vervelend. Want, kijk, als je hier een hulplijn tekent, dan zie je dat je hier een driehoek krijgt met een hoek van 90 graden, een hoek van 45 graden en hier een andere hoek ook van 45 graden. Dit is een 1-1 wortel 2 driehoek. Ik zet de verhouding er even bij in het geel. Dus dit is 1, dit is 1 en dit is wortel 2. Zo. En hier heb ik een driehoek met een rechterhoek en een hoek van 30 graden. Dus hoe groot is deze hoek dan? Hoeveel? 60 graden. Dank u. Oké. Hey, dit is een 30-60-90 driehoek. Daar heb ik ook verhoudingen in. Die zal ik ook even inzetten met blauw. Nu ook met geel doen, want dit is diegene die 1 is. Sorry, die is 1, die is 2. En deze was wortel 3. Oké, maar dat is leuk. Nu kan ik een x verzinnen. Van deze lengte noem ik x. Dus dat ga ik doen. Stel dat deze x is. Hoe lang is deze dan? Ook x, want deze twee zijn even lang, zijn allebei 1. Dus x. En als deze x is, hoe lang is die dan? Deze. Je moet even kijken. Plaatje tekenen. Kijk, als deze 1 is, dan is die 2 en dan is die wortel 3. Maar als deze bijvoorbeeld 8 is, dan is deze 16 en dan is deze 8 wortel 3. Dus als deze x is, dan is deze 2x en deze wortel 3 keer x. Zie je dat? Dat is de manier waarop je met deze driehoeken kan werken. Dus deze, die van A tot dit extra punt, laat ik het eventjes T noemen. Deze is wortel 3 keer x. Maar die en die samen zijn 12. Zie je dat? Dus wortel 3x plus x is 12. Dus ik heb een vergelijking. Wortel 3 keer x plus x
is 12. Nou moet ik die x'en weer samen nemen, maar dat kon ik niet. Dus er was een kunstje voor, namelijk de x buiten haakjes halen. Dus dan krijg je wortel 3 plus 1 keer x is 12. En dat geeft dan x is 12 gedeeld door wortel 3 plus 1. En nou, dat is x. Maar dan was dat de vraag. Nee, de vraag was berekenen de lengte van a n. Oké. Okay. Hey, maar ik heb n helemaal niet duidelijk getekend, mensen. Schande. Dit is n. Dus ik wil weten hoe lang dit is. Maar die a n m is ook een 30, 60, 90 driehoek. Zie je dat? Kijk maar. A en M is een 30, 60, 90 driehoek. En die, dit ding is 2x, toch? Dit was x, dus dit hele ding is 2x. Dus eigenlijk zijn deze stukjes allebei x. Dus dit is x. Nou, en nu wordt het vervelend. Nu wordt het heel vervelend. Want nu moeten we op een moeilijke manier met die 30, 60, 90 driehoek gaan rekenen. Dus hoe moet dat dan? Ik zet hier de verhoudingen nog even bij. Kijk even mee, lieve mensen. Dit is het hoogtepunt van de toets. Oké, kijk. Verhoudingen. Deze was 1. Deze was 2. En deze was wortel 3. Hoe weet u dat, meneer? Nou, degene tegenover de rechthoek is altijd de 2. De korte aan de rechthoek vast is altijd 1. En die andere is wortel 3. Hè? Hier zit de hoek van 60 graden. En hier zit de hoek van 30 graden. En dat weet ik, want hier zit ook de hoek van 30 graden. Zie je dat? Dus ik heb gewoon deze driehoek er even uitgehaald voor het overzicht. Als die x is, hoe kom ik er dan achter wat die is? Hoe moet ik dat dan omrekenen? Nou, de makkelijkste manier is dat je even omrekent via deze kant. Je gaat van wortel 3 naar 1 door te delen door wortel 3. En dan ga je vermenigvuldigen met 2. En dan ben je hier. Dus, nou, x gedeeld door wortel 3. Dat is x gedeeld door wortel 3, ofwel 1 derde wortel 3x. Hoe komt u erbij, meneer? Dan heb ik boven en onder vermenigvuldigd met wortel 3. En dan keer 2. Dus dit stukje is 2 derde wortel 3x. En x hadden we uitgerekend, dat was 12 gedeeld door wortel 3 plus 1. Dus an is gelijk aan 2 derde wortel 3 keer x. En x was 12 gedeeld door wortel 3 plus 1. Oké, nou, even kijken. 2 keer 12 gedeeld door 3. 24 gedeeld door 3, dus 8. Dan heb ik 8 wortel 3 gedeeld door wortel 3 plus 1. En dat is je an. Mooi, hè? Oké. Zijn hier vragen of opmerkingen over? Dan gaan we even afsluiten. En dan zie ik iedereen graag terug in de vergadering. En dan gaan we nog even overleggen. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen. Yeah, tot de volgende keer. Dank jullie wel voor de aandacht. Dag. Ja, en nu komt de les de wielen niet. Want